Als het nodig is, dan drukt u 112 in. Of nou, het gaat om een vlammende pan of een grotere brand of een auto-ongeluk. Het maakt niet uit. En dan wordt die telefoon opgenomen en dan wordt er een brandweer gestuurd. Dan wordt er een politie gestuurd. Dan wordt er een ambulance gestuurd. En dan blijkt iedere keer weer dat 1 plus 1 plus 1 is meer dan 3. Want ze weten het met elkaar te doen. En dan blijkt dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar een slagkracht hebben. En daar ben ik trots op. Als commandant van dienst ben ik verantwoordelijk voor de medische coördinatie op het plaatsincident. Zo gebruik ik dit bord om bij te houden welke patiënten er zijn, waar zij naartoe moeten en hoe we de ambulances het beste in kunnen zetten. De hulpdiensten hebben elkaar echt nodig bij het bestrijden van een ongeval of een grotere crisis. En dat doen we door goed samen te werken. We hebben allemaal ons specialisme en onze informatie. Die delen we met elkaar en samen zorgen we voor veiligheid of dat het weer veilig wordt. Dit gebeurt er als je er water op gooit. Waterincidenten doen we als brandweer natuurlijk ook. Niet alleen de brandweer treedt hierop, maar ook de politie, de ambulancedienst en in dit geval ook de reddingsbrigade. Uiteindelijk verdwijnt er ook één persoon onder water. En daar houdt het werk voor de reddingsbrigade op en start het werk voor de brandweerduikers. De brandweerduikers die gaan onder water. U ziet het allemaal heel snel gaan. En die halen de drenkeling in dit geval omhoog. Eenmaal aan de kant gekomen zal die gecheckt worden door de ambulancedienst. En de verstoorder van het festiviteit die wordt afgevoerd door de politie. U heeft hier coördinatie gezien tussen hulpdiensten en samenwerking is daarbij alles.